allemaal. Op het moment dat jullie deze video kijken, is het al 2019. Ik vind het nog steeds raar klinken. Maar goed, het is zo, 2019. Maar ik heb hem opgenomen op Oudejaarsdag 2018. Dus voor jullie een paar dagen geleden. En ik wil eigenlijk een klein beetje terugblikken op vorig jaar. En een klein beetje vooruitblikken. Ik ga dat niet doen op basis van een lijstje. Ik heb een paar dingen in mijn hoofd waar ik graag over zou willen praten. En ik ga wel kijken hoe het loopt. Ja, wat betreft 2018 kan ik eigenlijk heel kort zijn. Dat begon rampzalig. Ik begon in 2018 nadat ik net een van de leukste banen die ik ooit gehad had, was verloren. En naar mijn mening om totaal onzinnige redenen. Maar het was voor mij heel heftig. Dat heeft me behoorlijk kapot gemaakt. En daardoor staat 2018 ook eigenlijk in het teken van het weer opbouwen van mijn arbeidsleven, om het zo maar te zeggen. En daarnaast was 2018 het jaar waarin ik me voornam om elke zaterdagochtend een filmpje te publiceren. En dat is gelukt. Alleen, ja, de kwaliteit, dat zullen jullie met me eens zijn, ze waren niet altijd even goed. En dat komt zometeen ook weer terug in mijn voornemens voor 2019. Maar goed, dat was 2018. Verder was 2018 ook het jaar waarin ik werkelijk de mooiste reis van mijn leven heb gemaakt. Voor menig een zal het niet klinken als de mooiste reis van je leven, maar dat is het voor mij wel geworden. Chris en ik zijn met z'n tweetjes lekker naar Amerika gevlogen. We hebben een prachtige, relaxte cruise naar de Bahama's gemaakt, leuke dingen gedaan. En vervolgens hebben we bijna een week op Walt Disney World Resort gezeten. En ja, dat is gewoon heerlijk. Dus ik ben nu al aan het dromen van over een paar jaar, als we hopelijk weer teruggaan. Dus dat is ook 2018. Verder heb ik vooral in de laatste weken van 2018 wat mensen verloren. Eén daarvan een heel lief knutselvriendinnetje. En ja, ook weer om privacy redenen zal ik geen naam noemen. Maar ik mis je. Enorm. Alle reden dus om uit te kijken naar een nieuw jaar. Wat ik vergeet te zeggen is dat wat werken betreft, het is inderdaad halverwege dit jaar is omgeslagen. Ik heb alle tijd werk gehad. Alleen de eerste maanden van het jaar was het werk niet echt werk dat ik leuk vond. En naast het werk is voor mij het heel belangrijk dat ik me thuis voel in een team, dat het leuke collega's zijn. En op een uitzondering na had ik niet echt een klik met het team. Wat gewoon heel jammer is, want mensen om je heen kunnen zoveel goed doen. Dus toen ik halverwege dit jaar een andere baan vond, was ik daar echt heel blij op. Het voelde ook wel weer als een gok, want ja, gaat het leuk zijn en zo. Maar ik kan inmiddels 5 maanden verder zeggen, het is de gok waard geweest. Ik heb een hele leuke nieuwe baan met hele leuke collega's in een bedrijf waar ze menselijk zijn. En waar de vooruitzichten volgens mij voor mij wel goed zijn. Dus dat betreft is alles op zijn pootje terechtgekomen. Goed, nu gaan we echt naar 2019. 2019. Mijn voornemens voor dit jaar. Ik ben niet echt een type om echt goede voornemens te hebben. Ja, gezonder leven, sportiever leven, afvallen. Die dingen die blijven. Alleen, daarin geloof ik niet dat dat nou ineens per 1 januari moet of zo. Als ik me goed voel, dan gaan die dingen. Voel ik me minder goed, ja, dan is het wat lastiger. En dan vind ik het een overwinning als ik een dag goed opgelet heb, niet te veel heb gesnoept,
al die dingen. Dus dat goede voornemen, dat slaan we eigenlijk gewoon over nu. Een ander goed voornemen gaat over YouTube, over deze filmpjes. En mijn goede voornemen is om niet mezelf te dwingen elke week een filmpje te publiceren. Dat klinkt heel raar misschien, maar ik publiceer liever af en toe geen filmpje. Maar de filmpjes die ik publiceer zijn acceptabel of misschien zelfs goed. Dan dat er weer filmpjes tussen zitten waar ik gewoon eigenlijk helemaal niet achter kan staan. Omdat ik gewoon eigenlijk geen goede ideeën had op dat moment. Of omdat de film die ik in gedachten had niet lukte. Of omdat de beelden gewoon niet goed waren. Of ja, verzin het. Dat wil ik niet meer. Als ik terugkijk op het afgelopen jaar, dan heb ik hele leuke vlogs gemaakt. Als je het mij vraagt. Heb ik best hele aardige tutorials gemaakt. Maar heb ik ook hele slechte tutorials gemaakt. En heb ik ook gewoon, ja, gefilmd om het filmen. Of gemonteerd om het monteren, om maar iets te kunnen publiceren. En dat laatste, daar word ik niet blij van. Daar worden jullie niet blij van. Daar heeft niemand iets aan. Dus ja, als het kan, komt er elke zaterdag een filmpje online. Lukt dat niet, geen man overboord, komt er geen filmpje online. Als dat betekent dat ik abonnees verlies, dan ben ik daar eigenlijk verbaasd over, want zoveel abonnees heb ik niet. Mag overigens altijd meer worden hoor. Ik vind het heel lastig om te vragen, maar het mag altijd. Maar nee, als ik daar abonnees door verlies, dan zijn dat denk ik abonnees die om de verkeerde redenen kijken of zo. En daarbij, abonnees zijn voor mij niet de leidraad, omdat ik zo'n kleine YouTuber ben, of ja, micro-YouTuber zoals ik mezelf wel eens noem, dat toch nog niet echt relevant is. Overigens hoop ik wel die 250 binnenkort te halen. Want ik had mezelf, toen ik net begon, beloofd dat ik bij elke mijlpaal iets leuks zou doen, een weggevertje of zo. En mijn eerste mijlpaal was toen op tijd toen ik 100 abonnees had. En mijn tweede mijlpaal zou 250 abonnees moeten zijn. Dus ja, daar hoop ik toch wel op. Maar goed, verder niet belangrijk. Ik heb nog een ander goed voornemen. En dat heeft met het bullet journaling te maken. Zoals de meesten van jullie wel weten, is dit mijn bullet journal op dit moment. Zelf gemaakt A5 van nepleer. Een nepleren placemat. Daar hebben we ook een filmpje over gemaakt trouwens. En ik heb daar zelfgemaakte inserts in. En een leuchtturm notebook. En daar zitten mijn actueelste bullet journal dingen in. En hoewel ik best heel blij ben met deze combinatie. En het A5 me inderdaad toch wel weer heel goed bevalt. Begin ik toch een klein beetje journal moeten worden. Ik weet niet hoe ik het anders moet noemen. En dat wil ik niet, want het werkt wel. Alleen ik neem de tijd er niet voor. Ja, het klinkt heel tegenstrijdig en toch komt het daarop neer. Dus wat heb ik nou gedaan? Ik heb het boek gekocht. En dit ga ik de komende tijd lezen. En ik wil eigenlijk, zodra ik het gevoel heb dat ik genoeg informatie heb, helemaal de basis van Ryder Carroll gaan gebruiken om de basis van bullet journaling uit te proberen. En van daaruit weer helemaal opbouwen naar mijn eigen systeem. Omdat ik nu denk dat ik inderdaad energie in de verkeerde dingen steek, waardoor ik geen zin meer heb in het plannen, terwijl ik er wel profijt van heb. Klinkt allemaal heel ingewikkeld. Ik hou jullie op de hoogte, zullen we maar zeggen. Dus dit boek is mijn leesvoer van de komende tijd. Ja, dan ben ik er eigenlijk al. Want, goed voornemen of leuk vooruitzicht voor 2019 zijn er weer een paar reizen. We hebben er op dit moment 3 op de planning staan. Er komen sowieso weer wintersportvlogs.
Er komen vlogs van een reis naar Amerika die we ook dit jaar gaan maken. En dit is een hele speciale reis, namelijk een hele speciale gelegenheid voor. En ik verwacht dat we daar toch ook wel wat aandacht aan zullen besteden. En in het najaar gaan we ook nog naar Praag. Dus daar gaan we sowieso ook vloggen. Dus dat is alweer heel wat weekjes gevuld, verwacht ik. En verder, ja, het bullet journalen wat ik net al zei. Kaarten maken doe ik eigenlijk niet meer zoveel. Dus daar zal ik wat minder tijd aan besteden. Maar misschien dat er wel weer andere hobby dingetjes voorbij komen. Zo ben ik nu bezig met het samenstellen van een haaktasje voor in de auto. Op weg naar de wintersport. Wat we binnenkort gaan doen. En ik zit me eigenlijk nu ter plekke hier te bedenken dat het misschien eigenlijk best grappig is om eens te laten zien wat ik nou eigenlijk meeneem. En hoe dat er dan aan toe gaat in die auto. Want ja, ik heb nog niet zoveel mensen gehoord die in de auto haken. Ja, niet achter het stuur natuurlijk, hè. Ik ben dan de bijrijder. Dus ik acht de kans heel groot dat daar ook een filmpje over komt. Goed, rest mij eigenlijk nog maar een paar dingen. Laat in de commentaren weten wat je van de plannen vindt. Je mag in de commentaren bijvoorbeeld ook schrijven van ik zou graag een filmpje over dit zien. Of ik denk dat jij dit ook heel goed zou kunnen doen of zou kunnen laten zien. Wil je dat niet eens doen? Vragen stellen mag altijd. Ik probeer zoveel mogelijk snel te reageren. Mij uitdagen mag ook. Dus kom eens met een idee. Dan ga ik kijken of ik dat kan uitproberen. Ja, nou, dat was het denk ik wel. Ja, dan rest me eigenlijk jullie een geweldig 2019 te wensen. Mijn vooruitzichten zijn goed. Ik ga ervoor. Ik heb er zin in. Dus komen jullie mee op mijn YouTube-kanaal 2019 inluiden? Dankjewel. Dankjewel voor het kijken. En tot de volgende keer.